kijkers van de Zavondkraft. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Mindopia. Jongens, welke stad zijn we? Typ het in de chat. We zijn in Greendale. Wat gaan we doen? We gaan geld weggeven. Geld, ja, stelletje stakkers. Ik doe de hekjes open. Jullie mogen allemaal dit oude huis van mij in, want het is eigenlijk niet eens meer van mij. Kijk gewoon lekker rond. Heel veel mensen zijn hier misschien nog nooit geweest. Super chill. Wat we zo meteen gaan doen, ik ga zo meteen op random plekken in dit huis, ga ik geld neerleggen. En niet zomaar wat. We hebben hier 64 keer 5000 en daar heb ik 20 stekjes van. Dus in totaal gaan we 6,5 miljoen weggeven. Je zal het maar oppakken zometeen. Fucking chill. Het kan overal zijn. Het kan letterlijk waar nu Big Papa 255 staat zijn, op een rotplek, zo bovenop zo'n ding. Het kan in een hoekje zijn. Het kan midden in een groep mensen zijn. In het zwembad, bovenste verdieping, op het balkon. Bij de poortjes kan het zijn, waar iedereen nou niet meer op let, zeg maar. Kan overal zijn, dus ga gewoon lekker kijken. En er zitten volgens mij, even kijken, Dylan, heb jij de power om mensen talk power te geven? Dat is een groot woord. Heb je dat, Dylan? Dat je een kweetje op TeamSpeak zit. Dylan, kan die dat? Dat lijkt mij wel. Kun je dat niet? Oh my god. Oké, wacht. Dat kun jij. Nu kunt het wel. Als het goed is. Nou, mag jij als je zoiets hebt van, oh, die persoon die heeft geen klote microfoon en die wil wel even bedankt zeggen of zo, kan dat. Ik ga gewoon het eerste stukje ga ik verstoppen. Of verstoppen. Dus blijf gewoon goed om je heen kijken. Zie jij ergens een stack aan geld liggen, dan komt het helemaal goed. Waar zullen we de eerste? Hier? Nee, is te dichtbij. Nee, is te dichtbij hem. Dat kunnen we niet doen. Eerst het flyspeed even wat zachter zetten. Dat is eigenlijk een soort speurtocht dit, jongens. Er zijn zelfs mensen daar. Maar kun je erbij komen? Even kijken. Dat is de vraag. Kun je daarbij komen? Ja, ik denk. Oh ja, dat wil wel volgens mij hoor. Oké, het eerste stekje is bij deze gelegd. En kijken of mensen het gaan zien. Ja, iemand ziet het? Iemand ziet het? Oh, er wordt geklommen als een gek. Ja, en heeft hij hem? Wie heeft hem? Is het JV? JV, King? Of Stan? Stan! Stan heeft hem! Stan, ik hoop dat je heel blij bent met je geld. We gaan op naar de volgende. Ja, dat was dus voor alle duidelijkheid op de één na bovenste verdieping was dat. En slimme mensen gaan hier nou als een tering snel weg. Want misschien dat het de volgende hier niet gaat liggen natuurlijk. Of wel, dat weten we niet. Volgende stekje is gelegd. En Rovis heeft hem, denk ik. Rovis Place heeft hem. Jongens, dat wordt nog meer wapens in de game. Het zat letterlijk op dezelfde verdieping. Vervelend, hè? Flauw, hè? Dat ik het alsnog gewoon hier doe. Bah. Jammer, hoor. Oké, dan gaan we met het volgende stekje bezig. En die is ook gelegd. Als je het niet ziet, kijk omhoog. Ja, hallo met mij! Hallo bij mij, je hebt gewonnen. Gefeliciteerd man. 300k. Kun je gewoon letterlijk een compleet... Ja, je ziet het in één keer, inderdaad. Kun je in één keer iets van kopen. Ik vind het helemaal top. Nou, dan gaan we met het volgende stekje bezig. We zitten nu op de vierde die we moeten gaan weggeven. Dus er is al een miljoen uit, voor alle duidelijkheid. En de vraag is, ga jij ook winnen? Dat is de vraag. Dan hebben we nu, denk ik, het volgende stekje is gelegd. Maar gaan jullie het vinden? Heel misschien ligt hij niet binnen. Volgens mij is iemand er bijna. Ja, iemand is er bijna. Ja. Koen heeft hem. Ik hoop dat je terug kan, Koen. Ja, hij heeft goede fitheid. X-Koen X heeft hem en hij lag buiten het balkon. Op een zeer gevaarlijk randje. Gefeliciteerd. Jij hebt hem. Nou, dat is leuk. Dan gaan we nu naar de vijfde stack toe. En dan zitten we op 1,5 miljoen. Het gaat echt heel snel nu. Al dit geld, jongens. En de rest gaat allemaal naar een gemeente. Ik weet nog niet of het Greendale wordt. Ik denk het als wel. Ja, Greendale. Greendale is cool. Even kijken. Waar zullen we de volgende gaan doen? Ik denk dat ik weet waar ik de volgende ga doen. Ik vind dit een mooi plekje hier zo. En de volgende is gelegd. Kijk naar een stekje paars. Ja, en het is Ikarel. Ikarel? Ik zou bijna Ikarep zeggen. Gefeliciteerd. Medewerker van de Subway level 3. Oh, ik ben wel benieuwd. Wat ga je met het geld doen, Karel? Wouter.
Wat ga je ermee doen? Gebouw. Oké, gewoon simpel gebouw. Nou, er was het zwembad, voor de duidelijkheid. Voor de mensen die het niet wisten. Heeft die even te pakken, die Dooku's? Oké, stekje nummer 6 dan, volgens mij, zijn we aangekomen. Waar zullen we hem doen? Waar zullen we hem doen? Ik vind het een mooie plek. Ik ga hem hier neerleggen. Hij is gedropt. En gelijk, Appelaar erop af. Heeft hij hem ook? Een beetje serverlek? Ik weet niet. Heb je hem, Appelaar? Of niet? Niet! Het is Jespie. Ik hoop niet met Speedex. Anders ben je aan de beurt. Maar volgens mij was het gewoon een beetje lek. Ja, Appelaar, dat was echt super zuur, ouwe. Ik zag je erop aflopen. Ik denk, nou, die is echt als eerste. Maar, nope. It wasn't. Nou, dit zou natuurlijk een rotplek zijn. Want ik weet niet of je erbij kan. Maar de volgende stack is gelegd. Als je er niet bij kan, zou het echt rot zijn. Je kan er niet bij. Of wel? Jawel, jawel, het kan wel. Onder de trap. Wie heeft het? Die weer JV, die had niet? Ah, dat is de tweede keer dat je ernaast grijpt, vriend. Dat is even rot, zeg. Nou, het volgende stekje. Ik weet niet bij hoeveel we precies zitten momenteel. En ik denk dat mensen met een hogere fitheid hier wat meer mee kunnen. Heb ik er nou gegooid of niet? Ik snap er helemaal niks van. We gaan het nog een keer proberen. Nee, hij valt naar beneden. En het is nog een keer Rovis. Jesus, ziet Rovis mij of zo? Je ziet mij niet, toch? Ik kan toch helemaal niet? Nee. Nou, Rovis heeft 2 keer gewonnen al. Dit gaat lekker. Hij viel ook van de kroonlucht eraf. Dus dat was een beetje zuur. Maar ja, hè? Kun je niks aan doen. Dan gaan we eentje doen op een hele drukke plek. Een hele drukke plek. En het is... Wie heeft hem? Is het Appie? Of Jesse? Of Stolly? Wie heeft het? Gecondoleerd heeft het. Wat? Op de trap net? Stolly heeft het. Stolly heeft het! Ga op pinnen. Zet het gauw op de bank, Stolly. Voordat Rovers denkt, ik ga 3 keer winnen vandaag. Willen we ook niet, natuurlijk. Nou, we hebben nog in totaal 10 stacks over. Dat betekent dat er inmiddels 3 miljoen uitgegaan is al. Gaat snel, hè? Ja, doen we gewoon even. En al die blije mensen die nou eindelijk iets kunnen doen. Wat ze altijd al hebben willen hebben. Ik ben echt heel benieuwd wat jullie ervan gaan maken. De volgende gaan we echt op een klote plek neerleggen. Daar heb ik zin in. Zo. En gelegd. Maar waar? En Juliax. Ja, die heeft de fitheid er wel voor, denk ik. Gaat hij het doen? Hij komt er niet op. Hij komt er niet op! Oh! Fitheid 150. Maarten, laat zien wat je geleerd hebt bij het leger. Dit is een verschrikkelijk klote parcours. Ik weet niet eens of het kan. Flipperkast kan het. Flipperkast kan het. Wie schiet hem eraf? Flipperkast. Oh, als je valt. Ja, tot nu toe goed, tot nu toe goed. Dit gaat hij halen. Dus we gaan duwen, ja. Flipperkast, je bent er bijna. Zit wel iemand heel dicht op je hielen. Nee, je hebt het. Jammer dan, Epic King Peter. Geen geld voor jou. Nou, gefeliciteerd. Dan doen wij de volgende. En die leggen wij in een hoekje. Heel, heel triest. En dan loopt gelijk iemand op af. Piggy Wiggy of Koen. Wie heeft het? Welke van de twee? Wie heeft hem, jongens? Koen! Koen? Alweer! Nou, Koen heeft ook 2 keer gewonnen, blijkbaar. Gefeliciteerd, Koen. Doet hij even die ban. We hebben nog 8 stekjes over met 320k. Voor de grote giveaway. Maar waar zullen we deze keer eens even droppen? Ik weet een leuke plek. En dan moeten jullie zelf kijken hoe je er komt. Gedropt. Kijk naar buiten. Alex ziet hem. Maar hoe kom je er, Alex? Dat is de vraag. Oh, ja. Mensen zijn al slim. Maar zien ze het? Ze zien dat niet vanaf daar, denk ik. Nee, dat kunnen ze net niet zien. Het is net buiten jullie distance. Oeh, Tom Hoppas. Ga je gewoon de sprong wagen of niet? Ja, dat gaat hij doen. En Tom is er. Tom is er als eerste. Hij heeft €320.000. Gefeliciteerd, Tom. Ja, dan moet je weer even omlopen met een parcoursje om weer naar binnen te komen, denk ik. En ook snel, want de volgende gaat. We hebben nog 6 stekjes. Dan komt het helemaal goed. Dan gaan we het nu op een andere rotplek eentje neerleggen. Kijken wie er als eerste komt. Jullie kennen toch die tunnel dat je naar het zwembad kan? Boven op het glas.
Dat is rot. En nu? Ja, je kan er komen. Via binnen. Kijken wie er als eerste is. Mensen die al buiten waren, die hebben mazzel. Oh, ja, ja, ja. Weer Tom Hoppas en Maarten, hè, die in de buurt zitten. Maar ga je dat redden? Je zal naar beneden moeten springen, voorbij het logo. Maar kun je dat? Red je dat? Nee, dat is de verkeerde. Dat red je niet. Of misschien via de andere kant. Waar Tom Hoppas net zat. Oeh, iemand heeft een idee. En het is E-Grades. Maar hij wordt op de Julias gezeten. Ja, je moet gewoon springen, gast. Gewoon springen. Nee. Je bent te ver. Oh, gaat iemand het afpakken van je? Je moet gewoon springen. Je kan het. Dat overleef je wel. Ja, nog één. En 320.000 euro rijker. Gefeliciteerd. Scheelde niks, want Razorian zat op pal achter je. Cool. Nou, dan gaan we weer even lekker naar binnen, denk ik. Het begint een beetje koud te worden. Is leuk, hè? Geld zoeken in mijn huis. Dat doe ik hier ook altijd. Als ik geen boodschappen geld meer heb, ga ik met de rivé geld zoeken. En daar lukt het meestal niet zo goed. Wij hebben nog 6 stekjes over. En nu nog maar 5. Oeh, heeft Destiny hem of Kaas? Wie heeft hem? Oké, Kaas heeft hem. Nou, gefeliciteerd. Er zijn zoveel mensen die nu iets winnen. Ik vind het helemaal mooi. Dan doen we nog even eentje op een hele mooie, drukke plek. Lijkt me een goed plan. Hij is rot als je daar naar het weg rent. Want het is gedropt inmiddels. Maar wie gaat het pakken? Denk paarse tafel. Huh? Wie heeft hem? Kai? Ja, Kai Tijger heeft hem. Voor de voedselbank Utraxia. Ik weet dat de zwervers in Utraxia lekker gaan eten vandaag. Kanaas niet anders. De vierde laatste stack is gegooid. Denk keuken. Oh, ja. Het is opgepakt door Dravier, zo te zien. Oh, dit gaat echt veel, veel, veel te snel. Holy damn. Volgende stack is gelegd. Denk zwembad. Denk muziek. Martijnio springt eraf. Nee! Martijnio, het lag achter je. Oh! Jij baalt. Het is Maarten die het heeft. Met een mooi groen pakje. Zo te zien, green arrow, denk ik. Ziet er heel erg goed uit. Maarten, gefeliciteerd. Wij hebben nog in totaal 2 stekkies. En die gaan we niet random weggeven. Die gaan wij gunnen aan mensen. Dus als we allemaal eventjes naar de bovenste verdieping kunnen lopen. Met z'n allen. Zeg maar waar het balkon is, waar je naar beneden kan tieven. Nou, even met z'n allen daarheen. Dan ga ik even iemand uitzoeken. Leuk. Nog ietsje hoger. Als je de weg niet kan vinden, heb je pech. Want we gaan zo meteen gelijk beginnen. Ja, er zit hier al volk. Heel mooi. We hebben nog 2 stekjes over. En zoek een lekker plekje. We gaan met z'n allen tv kijken of zo. Er zit een hele grote televisie hier. Kun je wel de nieuwe Rotjochie video kijken? Ja. Helemaal mooi. Lekker allemaal tv hangen hier zo. Kom maar, kom er allemaal bij. Gezellig. En je kan ook lekker Boes kijken. Maar als Boes voor het beeldscherm staat, ja, dan weten jullie het wel. Dan zien jullie niet zoveel, want Boes is... Jongens, wat is Boes? Ja, hij is breed. Oké. Ja, ik ga mensen uitzoeken en ik gooi het gewoon lekker in je inf. Dan kan het ook niet fout gaan. Wij beginnen met vandaag. Wacht even, kunnen jullie allemaal 1 keer iets typen? Dan kan ik kijken wat jullie level is. 1 keer. Als je vaker typt, krijg je niks. Nou, er zijn al een aantal die dus niet meer mogen. Of mogen, die ik niet meer gun. Inf C. Cube Killer Games, gefeliciteerd. Je bent de rijkste level 1 van het moment. Oké, dan gaan we nog een keertje. En gecondoleerd heeft al volgens mij. Dus die is ook level 1. Ja, die heeft het ook. Je hoeft het niet meer te typen, jongens. Komt helemaal goed. Want ik ga nu kijken naar mensen met een leuke naam. En niet zozeer meer naar welk level je bent. En dat wordt wel even pittig. Oh, ik heb hem gevonden. Ik weet alleen niet welk level die is. Nee, ik doe een andere. Want ik zie aan zijn kleur dat hij al zone 2 is. Nee, moet ik eigenlijk niet naar kijken, hè? Nee, doe ik niet. In C. Oh, zo. Alsjeblieft, Tom 11. Dames en heren, dat betekent ook dat ik 6,5 miljoen armer ben. Ik heb nog maar 13,5 miljoen. Zelfs dat gooi ik allemaal weg. Dat gaat allemaal naar een gemeente toe. Ik weet nog niet welke. De mensen die 3 ton gewonnen hebben, heel erg veel plezier ermee. Sommigen hebben er 2 keer gewonnen, zoals een roofvis. Helemaal cool. Ja, steek het vuur ook maar af hoor. Het is binnen huis. Mag gewoon. I don't care. Ja, en je hebt er 5 minuutjes ongeveer om het huis te verlaten. Dus je mag nog even rondkijken en zo. Ik meld het zo meteen al wel eventjes. Je kan ook naar beneden springen als je durft.
Maar ik denk niet dat je het overleeft. Gewoon een gokje, zeg maar. Je kan ook via het balkon naar beneden parcouren. Is ook stoer. Bedankt voor het kijken, jongens. Voor de mensen die thuis keken, vergeet een likeje even die achter te laten. En even te abonneren op DDC. Dan blijf je op de hoogte van nieuwe Mindtopia-video's en My Nation-video's. En heel misschien een keer een 1-op-1 gevecht met Dylan, die ik dan heel makkelijk win. De PvP, weet je wel. Dat soort dingen. Dat is ook gewoon te zien op DDC. En ja, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Later.